Hey, ik ben Nathalie van Libelle, Libelle Lekker, en ik ga vandaag een heel lekker vegetarisch gerechtje maken met portobello's. Het zijn eigenlijk hele grote champignons die dat je perfect kunt vullen. Voilà. Ik ga ze vandaag vullen met patatjes. Je kunt ze ook vullen bijvoorbeeld met bulgur, met een groentepureeken of zo. Dus heel veelzijdig. We gaan die sweet in de oven garen. We gaan een beetje olijfolie, peper en zout bij. Ik heb al patatjes gegaard. Heb je bijvoorbeeld een restje gekookte patatjes, kun je dat ook perfect gebruiken. En om die patatjes nog iets meer smaak te geven, ga ik die nog heel even opbakken. Samen met gewone champignonnetjes. Ik denk dat dit meer dan genoeg gaat zijn. Dan gaan we die heel even opbakken, samen met onze patatjes. Je moet ook niet al die patatjes opbakken, de rest kun je er zelfs eventueel ook nog bij serveren. Hè. In iets kleinere blokjes snijden misschien. En dan mogen we er zometeen nog een teentje look bij persen. Gebakken patatjes, dat is ook wel iets super lekker. Zo'n portobello, ik vind dat zelf heel lekker, omdat dat zo wat een vlezige smaak heeft. Dus eigenlijk is dat een perfecte vleesvervanger. Je vindt dat tegenwoordig ook in alle grote supermarkten. Het is niet dat je daar nog je stad en land voor moet afrijden. En dan mag je er nog een teentje look bij. En wat is er lekker bij patatjes en champignons? Tijm. Kan er ook bij. Doe maar een goede snuif gedroogde tijm. Voilà, dan kan dat op een rustig vuurtje al even bakken. Kunnen wij intussen ons slaatje maken voor erbij. Super lekker en in seizoen mandarijntjes. Zo die spellen, hè. En daar komt Romeinse sla bij. Je kunt ook eventueel andijvie gebruiken. Wat dat ook lekker is, is bijvoorbeeld radicchio. Radicchio is roodloof, dat is zo het broertje van het witloof. Eikenbladsla, allez, je kunt eigenlijk alle soorten sla voor gebruiken. Een beetje sla erbij. Romeinse sla is eigenlijk ook heel lekker bijvoorbeeld om te grillen. Op de barbecue in de zomer, maar ook gewoon in een grillpannetje in de winter. Hè. Dus eigenlijk ideaal. Mandarijntjes mogen erbij. Dan gaan we nog een klein dressingsje kloppen. Met een shallotje. Voor die azijn kiezen we best voor een fruitige azijn. Bijvoorbeeld witte wijnazijn kan. Maar appeltjesazijn ook heel lekker. Frambozenazijn kan ook. Nu gaan we ons shallotje heel fijn moeten snipperen. Dus hier komt voor mij de moeilijkheid. Kijk, niet goed, hè. Je wilt zo geen grote stukken shallot in je dressingsje. Ertussen, niet vergeten. Voilà. Ik heb gekozen voor appeltjesazijn. Een beetje balsamico zit er ook bij. Oh, dat ruikt al keigoed. Er mag nog een beetje bieslook en olie bij. Afwerken gaan we dat slaatje doen met geroosterde pekanoten. Dus die gaan we ook nog in de pan roosteren. Voilà. Dat fruitige van die azijn maakt dat dressingske ook echt lekker fris. Een beetje zoet, maar dat past wel goed bij die mandarijntjes. We doen dat dressingske er zo'n beetje pas helemaal op laatste op. Hè. Dat gaan we al aan de kant zetten. De pekanoten gaan we roosteren. Ze doet dat op een zacht vuurtje. Pekanootjes roosteren. Dan heb je er eigenlijk geen omzien naar. Hè. Dan gaan we een klein beetje bieslook onder je patatjes en dan gaan we ze vullen. Dat lijkt me genoeg. We gaan ze vullen, dan komt er nog een beetje geitenkaas bij en dan kunnen ze 10 minuutjes nog in de oven. Dat gaat weer mooi binnen het half uur klaar zijn, hè, Nathalie? Ja, inderdaad. Maar dat was misschien omdat ik een beetje gefoeterd heb en mijn patatjes waren al bijna klaar. Hè. Ik
Deze doet mij zo wel een beetje denken aan, zo aan een Oostenrijkse chalet. Zo patatjes met champignonnetjes. En daar mag wat geitenkaas bij. Dus hier gaat er een patatje naast valt, hè. Mag nog een klein beetje peper en zout over. En een likje olijfolie. En dan mag je dat in. 10 minuutjes, meer heeft dan normaal gezien niet meer nodig. 180 graden. Champignonnetjes zijn klaar. Die mogen eruit. Voilà ze. Geroosterde pekanoten. Die gaan we grof hakken en over een slaatje doen. Een beetje van de dressing op de sla. En de nootjes. Voilà, dan krijgt iedereen een champignonnetje en dan kunnen wij aan tafel. Voilà, zeg. En dan nog een beetje van de salade erbij. En je krijgt nog een extra nootje. Zo. Voilà. En dan hebben we eigenlijk een heel lekker vegetarisch gerechtje. Zeg het, je kunt dat met patatjes maken, met rijst, met van alles en nog wat. Maar sowieso te proberen, want portobello's, die verdienen het om gegeten te worden.